kijkers. En ik hoop dat jullie blijven staan. We gaan eens de Q&A doen. Jawel. Maar dan ook wel met deze setting. Valesse. Ik ga mij zelfs ook nog verplaatsen. Ik ga ook nog zelfs de flittingsjes aansteken. En dan kan de Q&A eindelijk beginnen. Dus welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. En ik ga nu nog gewoon Discord erbij pakken. YouTube erbij pakken. En dan kunnen we het eraan beginnen. We gaan beginnen. Zo mensen, oei. Ik zie dat jullie mij niet te goed zien. Dus daar ga ik dan een heel snel een verandering in doorbrengen. Ah ja, daar ligt hier die knopje. Allee, ga aan. Studio licht, ga aan. Dan moet ik nog wel nog wat de juiste knopje drukken. Iets minder fel zetten. Voilà. Oké, welkom bij de Q&A van 25 december 2023. Ja! Oké. De eerste vraag komt van Fred. Kroket, wat is jouw beste openingszin? Wamake. Wil je ooit eens op cruise gaan? Wil ik eens ooit op cruise gaan? Ja, maar dan wel met de Walt Disney boot. De Walt Disney boot is echt een hele mooie cruiseschip. Moet jullie maar eens opzoeken. Het is echt de moeite waard om met die cruiseschip echt eens gaan uit te varen. En daar ook eentje op de cruise zitten. Voilà, dames en heren. Wil ik dan ooit eens op cruise gaan? Dus ja. Waarom noemen ze pakjes ook shipments? Als het ook met vrachtwagens vervoerd wordt. Oh. Dat is weer zo'n vraag waar ik denk van, hier kan ik geen antwoord op geven. Hier kan ik echt totaal geen antwoord op geven. Heb je ooit al eens aan de elektriciteit gehangen? Ja, daarvan de paardenstroom. Maar dan moet je niet de elektriciteit, de meesten voelen zo hun elektriciteit dingen. Zit hier stroom op? Ja. Maar je moet dat zo niet doen. Je moet dat zo doen. Waarom? Als er dan een stroom zo is, dat je dit kunt doen. Wegtrekken. En als je dat van boven doet, ga je aan de stroom en je krijgt er niet meer van. Je krijgt er niet meer vanaf. Je spieren die krampen tot en met. Moest Laura Tessauer er niet zijn? Wie is de tweede persoon waar je mee op date wilt? Van de bekende Vlamingen. Van bekende Vlamingen ken ik Laura Tessauer echt als de beste. Oh, die ene van familie. Wacht hè. Familiestandboom. Eens even kijken. VTM. VTM. Eens even kijken hè. Hoe noemen ze die weer al? Eens even kijken. Niet Hanne. Maar wel wachten. Eens even kijken. Er zijn er toch echt veel al opgekomen. Louise. Ja. Is Casper gestorven? Ah ja, Casper is gestorven. En Camille ook. Ja. Dus je hebt er toch wel veel mensen die toch al met familie hebben, dus echt aan mee hebben gedaan. Oh, Anne, François, Simone, Mia, Pierre. Maar van die generatie 1 zit nog alleen nog maar Anne mee te werken. En dan bij generatie 2 heb je Guido, Marie-Roos, Jan, Monique, Rita, Marleen, Dirk, Ben, Nele, Els, Rob, Linda, Isabel en Brigitte. En dan generatie 3. Peter, Veronique, Mieke, Bart, Pirot, Esther, Lovely,
Giancarlo, Willeke, Pirot, Leen, Brenda, Maarten, Trudy, Femke, Leonardo, Tine, Bert, Mark, Mario, Guido, Wim, Evi, Sissi, Matthias, Nico, June, Lisa, Jack, Emma, Lars, Emily en Iris, Paul, William en Hilde. Dan bij generatie 4, wie er is bijgekomen is Hanne, Enrique, Julien, Lennart, Louise, Cedric, Jelle, Stefanie, Arthur, Thomas, Simon, Quinten, Mila, Marie, Milo, Victor, Michael, Alex en Etta. En dan bij generatie 5, Camille, Casper en Gaston. Dus mijn favoriete personage daarvan is... Oftewel kan ik toch ook nog wel op Stefanieke vallen hoor. Die spreekt mij ook nog wel aan hoor, van familie. Oké. Zou je beste vriend slaan voor 1 miljoen? Nee. Zelfs niet voor 10 miljoen. Heb je ooit al gehoord van Billy the Kid? Nee, Billy the Kid heb ik nooit van gehoord. Dat geef ik ook eerlijk toe. Als het antwoord nee is, wat heeft de man dan gedaan? Als het antwoord ja is, kan je me vertellen wat hij gedaan heeft? Dan moet ik echt gaan opzoeken wat Billy the Kid heeft gedaan. Eens even kijken, zoeken met Google. Google wordt geopend. Voort. Alles accepteren, eens even kijken. Billy the Kid, William Henry, Ik ken ik zelfs niet, dat is een revolverheld. Hoeveel mensen heeft Billy the Kid gedood? Billy the Kid werd er in 1881 mee doodgeschoten. Billy the Kid is een legendarische figuur uit Wilde Westen van Verenigde Staten. Volgens de overlevingen heeft hij 21 moorden gepleegd. Daarvoor werd hij veroordeeld tot de strop. Maar hij wist te ontsnappen. Oké, ja, dat wist ik dus niet. Dat wist ik dus totaal niet. Oké. Ga je shoppen met Solden? Ja, misschien wel. Ga je Steam Winterdeals maken? Nee. Dan Encrypted. Waarom zeg je dat Bea je LAN-parties in gemeen hebt terwijl je Bea al een paar keer heeft aangegeven dat die dat niet leuk vindt, maar gewoon meegaat omdat jij die ticket koopt en dwingt te betalen? Ik weet niet als dat waar is, Encrypted, dus dat laat ik in het midden. Waarom praat jij over sociaal contact? Lampa, terwijl jij heel het weekend alleen aan de pc zit en alleen zit te eten. Wat ik mee bedoel is, je kunt er meer sociale contacten mee leggen op LAN-parties. Ik ga het nog een keer eens achterhalen, ook al recommend ik. Dus bijvoorbeeld, als je thuis zit, ik ga hier nu een spelletje spelen. Maar bijvoorbeeld Counter-Strike. Het spel is gedaan. Kom, camera. Hier zit niemand langs mij. Dus ik kan niet zeggen van, kom, we gaan eens even naar de tocht toe. We gaan er eentje drinken, bla bla bla. Dan moeten jullie nog allemaal samenkomen. Nee, op een LAN-party zijn jullie al samen. Dan zeg ik van, kom we gaan een spelletje spelen op de computer. Dan speel je een spel op de computer. En als jullie even geen nood meer aan hebben voor te spelen achter je computer, kunnen jullie samen bijvoorbeeld met je kameraden achter de toog gaan iets drinken. Voilà. Of iets eten. En zo krijg je beter aan sociale contacten. Encrypted. Dus kom ook alsjeblieft naar Freakomatic toe. 16, 17 en 18 februari 2024. En de Oktoberhallen in Wieze. Oké, voilà. Je zegt in de laatste stream dat Doekje je teleurgesteld heeft. Heb je misschien al bij stilgestaan dat het je eigen schuld is dat hij weg is? Het is ook mijn eigen schuld. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik ben gewoon teleurgesteld dat hij is weggegaan. Dat hij geen contact meer wil opnemen met mij. Ik wil daar nog eens over praten en al. Praten. Want ze hebben tegen mij altijd gezegd dat praten helpt ook naar oplossingen te zoeken. En dat wil ik dan ook wel eens doen. Voilà, bij deze Fred Kroket. Dan hebben we nog Kipknots. Wat is de favoriete videogame aller tijden en waarom?
Ja, ik speel heel veel Counter-Strike, dus dat is mijn favoriete videogame aller tijden. Voilà. Welke type spel speel je liefst? FPS, RPG, RTS of iets anders? Race games en first-person shooter, dus FPS. Hoeveel uur per week passeer je gemiddeld aan gamen? Dat is niet veel, kan maar amper een uurtje zijn. Heb je ooit een game uitgespeeld in één zit? Nee, dat wil ik wel eens doen, maar ook misschien wel eens dat er wel eens doenbaar is voor in een livestream te steken. Ja, dan een spel uitspelen in een livestream. Geen GTA 5. Nee. Ik hoor de mensen al zeggen, ja, we gaan GTA 5 pakken. Dan zit hem toch al 100 uur voor aan het livestreamen en al... Nee. Een kleinere spelletje. Wat is de moeilijkste uitdaging die je ooit hebt overwonnen in een game? Dat moet ik helaas kikkenons in de midden laden. Dat moet ik echt in het midden laten. Speel je liever solo of multiplayer games en waarom? Ik speel eigenlijk liever solo games. Waarom? Ik wil mee zijn, ook altijd mee in het verhaallijn. Dit, dat. En dat kun je alleen maar in een solo game mode spelen. Welke game heeft de beste verhaallijn volgens jou? Momenteel waar mij de beste verhaallijn aller tijden nog altijd heeft, is Grand Theft Auto. Want Grand Theft Auto is nog altijd een van de meest gespeelde spel ter wereld. En ja. Voilà. En dan vind ik een hele mooie en beste verhaallijn die ze daar ook echt in maken. Wat is je favoriete game muziek of soundtrack? Dat van Lara Croft. Lara Croft kan echt heel mooie gaming muziek maken, ik zal het zo zeggen. Welke gaming setup gebruik je? Heb je een favoriete gaming accessoires? Nee, ik heb geen favoriete gaming accessoires. En welke gaming setup dat ik gebruik? Ik heb gewoon als info, informatie van PC's. De naam van het besturingssysteem is een Microsoft Windows 11 Home. Systeemfabrikant Acer. Systeemmodel Predator. PO3-620. Systeemtype X64 PC. Processor Intel Core i5-10400F. CPU 2.9 GHz. 2901 MHz, 6 core, 12 logische processors. Wat moeten jullie dan nog weten? Dat zou het zo wel zijn, hè. Beeldscherm. Beeldscherm is een NVIDIA GeForce GTX 1650. Voilà. Ik hoop dat jullie mooie informatie hebben gehoord van mijn gaming informatie. Oké. Wat is het grappigste of het meest memorabele moment dat je ooit hebt meegemaakt tijdens het gamen? Dat ik en een kameraad... Mijn kameraad zat onderaan, ik zat bovenop hem bij Counter-Strike. Heel de team, hè. Echt waar, ik weet niet meer juist welke team, maar echt waar, heel de team. La 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 la. Alle vijf lopen ze gewoon ons voorbij. Wij dan daarachteraan aangesloten en dan ik en hem, taf 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 taf. Allemaal headshot. Bam, ronde gewonnen. Dat zal nooit of te nooit meer in mijn geheugen gewist geraken. Echt waar, dat was hilarisch. Jammer genoeg dat we dat niet op beeld hebben. Als je één gamekarakter zou kunnen zijn in het echte leven, wie zou je dan zijn en waarom? Lara Croft, dat hij goede spieren heeft en al. En ook haar vrouwen kan staan hoor, denk ik. Wat is de grootste gaming teleurstelling of game die je nooit voldeed aan je verwachtingen? Mijn grootste miskoop.
weet dat niet. Heb je dat al ooit gehad in games? In een grote miskoop? Ik weet het niet echt. Ik denk het niet. En ik denk nog niet dat, dat echt in een game mij al heeft teleurgesteld. Van te zeggen van, allee, wat voor een game is dat nu? Hup, delete. Nee. Oké, welke game keek je het meest uit naar de komende maanden, jaren? Het meest gesproken spel ter wereld nu. Grand Theft Auto 6. Daar kijk ik nu momenteel naar uit. Echt waar. Die wil ik echt fucking heel cancelen. Welke game heeft je het meest geïnspireerd of creatief of emotioneel niveau? Grand Theft Auto. Heb je ooit overwogen om professioneel te gamen? En zo ja, en waarom wel en waar wel of niet? Ik ben vroeger professionele gamer geweest, dus dan bij deze weten jullie dat. Voilà, dat waren de vragen van de Discord. Dus nu ga ik naar YouTube. Dus dat ik dat toch graag doe. En waar is mijn andere Q? Oké. Ik ga terugblikken vanaf vlog 1706. Zo ga ik dus terug naar boven toe tot 7012. Voilà. Even allemaal opengooien. En voilà, voilà, voilà. 1706. Daar zijn in totaal 7 reacties op gekomen. Broezie BE, heb je tips om een gezond sportlichaam te krijgen? Ja, daar heb ik tips over. www.google.be www.google.be. Daar heb je dan gezond sportlichaam. Dan krijg je, je zal zeggen sportief, dus je moet het opzoeken als gezond sportief lichaam. Elke dag 180 minuten lichamelijk actief zijn, waarvan minstens 60 minuten matig of zwaar intensief. Dit kan met verschillende activiteiten verspreid over de dag. Meer bewegen is beter. Laat ze niet langer dan 60 minuten stilzitten, bijvoorbeeld vast in een stoeltje. Voilà, Sam. Dit is van voedingcentrum.nl. Wat is de beste sport voor je lichaam? De sporten waarvan je hart sneller gaat slaan, cardio. En sporten waarvan je meer spiermassa krijgt, vooral krachttraining. Als je puur kijkt naar het aantal calorieën wat je verbrandt tijdens het sporten, dan is cardio de winnaar. Onder cardio vallen sporten zoals fietsen, hardlopen, zwemmen. Valesse, alsjeblieft. Boterham vlogs. Wat heb jij gegeten op dat feestje? Macaroni met kaas en hesp. Waarom lees je artikels voor? Iedereen hier kan beter lezen dan u. Ik probeer op mijn Nederlands ook te verbeteren, boterhamvlogs. Hoe meer dat ik ook voorlees, hoe beter dat ik ook kan in mijn Nederlandse taal terug kan komen. Waardoor dat ik ook meer ook artikels ook lees, bijvoorbeeld. Ik heb nu zo een paar teksten voorgelezen van Gezond Lichaam. Dat helpt mij ook wel een stap vooruit ook in het Nederlands lezen. Punt. Gladius, hartstikke gefeliciteerd. Dat is dan naar Ilona. First class, je kan mooi zingen. Dankjewel. Gelukkige verjaardag, Ilona en Chen. Groetjes aan mama Evelien Trekels. Oké, feestje bij Evelien is dat zoals een... Hoop eens een kleine uitweg laten, ben eerlijk. Nee. Dat is zo geen feestje als gelijk in de Bonner Dries. Dan hebben we vlog 1707. Daar zijn in totaal 6 reacties op gekomen, waarvan dat ik er maar 3 zie.
Je doet toch echt letterlijk niets bij het Rode Kruis. Je bent te dom om iets te, toe te voegen aan gesprekken die daar gevoerd worden. En je kunt niet eens een leven redden, want je bent gefaald voor je EHBO-renomatietest. Dat klopt, e-mailprof, U-bot. Maar ik kan, ik sta nog altijd, ja, een helpende hand extra bij het Rode Kruis. Is nog altijd een helpende hand extra. En weer op wat werk verlicht voor de andere collega's van mij. Voilà, natuurlijk. Dus ik kan hen helpen bij een tent op te zetten. Of ja, logistieke taken en al bij het Rode Kruis. Dan voer ik die dan ook wel uit. E-mail pro viewbot. Benny. Hey Dimi, jij hebt zelfs integraal de klok doorgedraaid naar dat uur om ons dat wijs te maken. Dat zal ik nooit of te nooit doen. Echt waar niet. Echt waar niet. Daar heb ik dan ook blijkbaar op geantwoord. Echt man, hou je bek man. Heb dat niet gedaan. Waarom zal ik me daarmee bezighouden? Als je kritiek blijft geven, ga je rechten hier eens afnemen. En dat is ook weer waar. En dan Emiel. Doe eens rustig. Is gewoon zijn mening. Ja. Dan Benny, het zou toch kunnen. Jij hebt hier al veel leugens verteld. Maar dat was totaal geen leugen, Benny. Just potato stuff of zoiets. Nice intro. Ik ben wel geen kikker. Hè? Oké, ik snap het niet. Waarom dat je dat dus naast schrijft? Ik ben geen kikker. Dan gaan we door naar een vlog. 1708. Daar zijn in totaal 12 reacties op gekomen. Dankjewel. Ik wil eens een nieuw record hebben. Een nieuw record op deze video qua reacties. Ik wil nog toch boven de 25 reacties zetten. 25 reacties. Voilà. Let's go. Reageer. Proezie. Dokter Google is jammer genoeg niet altijd betrouwbaar. Ah, oké, dat was goed. Ik dat ook weet, Browsie B.E. Dan Bonnie Crusher. Wat betekent Wixbear? Wixbear? Dat weet ik dus ook niet. Wat betekent Wixbear? Dat is blijkbaar een beer. Een bear. Ja. Ik weet niet wat dat juist ook is. Google het. Ik kan het niet vinden. En Cryptid. Waarom jij altijd zo over Globalgem bezig? Jij werkt daar niet. Jij bent ingehuurde hulp omdat het goedkoop is beschutte werkplaats te hebben voor hun, voor uw stickers te plakken. Jullie puur fiscaal voordeel voor Globalgem. Die meer winst kunnen maken waar jij niks van gaat zien. Dat kan wel kloppen, maar het team is wel heel leuk en dat is onbetaalbaar. Als je zo'n mooie team hebt om mee samen te werken in Globalgem, dan maakt niet uit hoeveel dat je verdient. Dan is ook je leven ook veel gelukkiger. Dan maakt het geld niet uit hoeveel dat je dan verdient in Globalgem. Globalgem verdient echt de titel van de wijkdingen van, ik weet niet, of de ondernemingschap van Limburg. Dus ik ben er nog altijd trots op. Dus toppie dat jullie dat hebben gewonnen, Globalgem. Daar ben ik echt heel blij om. Oké. En daarom dat ik ook nog zoveel daar rond spreek over Globalgem, dat het ook toffe collega's zijn om mee samen te werken. Zo wil ik samenwerken met Dario, Bart, Jessica, noem maar op, Steven. Noem maar op. Het zijn allemaal één voor één schatjes. Dat zijn de mensen van Globalgem wat ik heb opgenoemd. Ja, de mensen van Buwel, zo wil ik Doreen, Damour, Arce, Luc, noem maar op. Tim, Rob. Ik moet wel oppassen als ik niemand vergeet. Maar maakt niet uit. Als ik iemand ben vergeten, sorry. Ik werk ook echt heel graag met jullie samen. Echt waar.
Jullie hebben mij in 2023 echt nog een mooie einde aangegeven. Een hele mooie einde. We gaan er ook iets van maken in 2024. Gegarandeerd. We gaan er echt een hele mooie top jaar van maken in 2023. Dat beloof ik jullie. Ik ga dat ook sowieso ook proberen hoor. De mensen van Bewaan, die daar ook dan werken, onze vaste team. Ik ga ook proberen niet te veel. Continu te praten, maar dat moet ook gewerkt worden. Voilà. Waarom heb jij zo schaar in nek? Heb jij nek en mes gekregen van? Nee. Dat was met het ravotten in bed met mij en Bea. En ja, Bea had mij hier dan een kresje gegeven. Ja, dat kan gebeuren. Voilà. Waar heb jij leren liegen? Vraagt de e-mail. Daar ga ik dus totaal dus geen antwoord op geven. Omdat ik daar ook geen antwoord op kan geven. Ik denk dat je liegen zelf het aanleert. En dat is eigenlijk niet goed. Liegen is eigenlijk niet goed, mensen. Liegen moet je eigenlijk laten. Maar soms is een leugen dan best wel oké. Maar dan moet je er ook wel niet in blijven. Waar ik wel aan tand heb gehad. Encrypted. Je moet altijd door je achteruit kunnen zien als je er één hebt. Weer strafbaar op de baan. Oké. Oké, dat wist ik niet. Maar ik ga jullie even moeten laten, want mijn papa belt. Dat was dus mijn papa die belde. Dus ja, ik ga nog eens even teruggaan op de vraag van Encrypted. Je moet altijd door je achteruit kunnen zien als je er een hebt weer strafbaar op de baan. Ja, sorry, maar ik ben aan het proberen voor al die kartonnen dozen. Dus die ene palet wat ik daar heb, is daar bij Globergem. Proberen mee te nemen om voor hier ook dan te kunnen uitdelen. Bijvoorbeeld mensen die daar gewoon papieren in gooien van bijvoorbeeld van de weekbladeren, de gazetten en al, noem maar op. Voilà. En daarbij kon ik eens die ene dag eens niet in van mijn achteruit zien. Dan e-mail. Jij hebt dan nu net niet verkeerd gezegd, maat. Hoe ongeschoold zijt je? Deze woorden leert je in het eerste leerjaar. Oei, dat wil ik wel eens horen. Dat ga ik eens naar horen wat hij bedoelt. Lieve. Toekansoord. Lievelingstoekansoord. Dat was dus die moeilijke woord waar ik het echt heel moeilijk mee heb. Voilà. Totaal niet veilig om te rijden. Je kunt niet in je achteruitspiegel kijken en je noemt andere mensen gevaarlijk op de weg. Ja, sorry, dat wist ik dus niet dat je echt specifiek echt in je achteruitkijkspiegel moet kunnen kijken. Waarvan ik had ook vroeger in een kabinetje. En daar kon ik ook wel in de achteruitkijkspiegel kijken. Maar ik heb ook kabinetjes waar je dat niet kunt. Dan, e-mail. Jij zegt dat je liters water drinkt, maar hoeveel keer vult jij je waterfles op het werk? 2 keren. Goed bezig, meneer Dimi. Dankjewel. Bonnie Crusher heeft daar ook wel een geantwoord. Dan, e-mail. Het enige lekker gezonde dat ik in deze video heb gezien, is dat beetje water dat je hebt gedronken. Ah, ja. Mijn malet is helemaal in de motor. Of anders had ik nu water gedronken. Ah wel, weet je wat? Pak jullie mee. Pak jullie echt mee. Ik ga het licht terug aan doen. Dank u. En kijk wat ik ga doen, hè mensen. Kijk hè. Ik ga hier de kast in. Ik pak een glas. Ik doe dat vol water. Want ik heb dorst van al dat praten. En dat kun je met liters drinken. Dat is er altijd in een woning. Niet in alle woningen in de wereld, maar in de meeste woningen. Oh.
Dat was heerlijk. Nu ga ik terug naar mijn zitplaats toe. En ik ga verder met de Q&A. Toch weer al goed gedaan, hè? Glaasje water gedronken. Dan zitten we aan vlog 1709. 4 reacties opgekomen. Boter en Vlos. Volledig gestopt met liegen. En gisteren liegen, vandaag livestream. Weer al leugens en jij bent nooit gestopt met liegen. Boter en Vlos, begin je daar ook nu bij om dat te zeggen? Dat is niet leuk. Ik probeer echt daar heel zwaar rekening te houden. Ik ga sowieso ook weer al zeggen over de livestreams. De livestreams worden verschoven van donderdag naar zondag toe. Maar nu zondag niet. En dus gisteren was er geen en nu zondag is er ook geen. Omdat dat het ook op oud opnieuw is. Dan is er ook volk ook hier. Gaan we ook wat feesten en al. Hoe en wat, dat weet ik nog niet. Maar er gaat sowieso nog nu nog geen livestream zijn. De eerste komende livestream is op 7 januari. 7 januari zal dan de eerste livestream zijn, Boterham Vlogs. Dan Boef. Saaie korte vlog, sorry, moet eerlijk zijn. Geen content zoals altijd. Zo gezegd gaat het in 2024 beter worden, zoals je zei, maar ik weet het niet hoor. Zullen zien, ik hoop het voor u, want dit is het jaar dat Psycho TV gaat maken of kraken. Men er heel eerlijk in. We gaan er iets heel leuks proberen ervan te maken in 2024. Ik heb ideeën en ik ga die ideeën zo goed mogelijk en best mogelijk ook gaan uitwerken. Dan Boef opnieuw. Goed vlog ideeke. In plaats van saaie zwemvlogs die niemand wilt zien, kunt je met Bea naar Spa X in Hasselt gaan. Goeie content. Ik ken die centrum. Dat is een centrum waar heel veel videogames worden gespeeld in sportvorm. De onderbuurvrouw. Er is niemand geïnteresseerd in uw autovlog. Doe niet zo lui en ga eens echt vloggen. Tamzak, schaam je diep. Ah. Dus je zegt dat ik een tamzak ben. Iemand die dat zelf zegt, is dat zelf. Voilà. Dan gaan we door naar vlog 1710. Daar zijn 14 reacties op gekomen. E-mail. Minimumloon, huisken van mijn kloten. Oké, dat is jouw mening. Encrypted 951. Ze laten Timmy keuzen zodat hij niet tussen de andere mensen moet staan. En zijn keuze kennende moet er achteraf nog eens iemand komen keuzen. Dat is niet waar, want het was heel goed gekuist op het werk. Dan Encrypted. Elk jaar is uw doel iets moois bouwen met Psycho TV. En elk jaar gaat je magisch meer achteruit omdat je niks kunt. Ik ga er echt heel eerlijk zijn. 2023 is voor mij een schaamjaar van mijn Psycho TV. Ja, daar geef ik ook wel eerlijk toe. En in 2024 wil ik het beter doen. Beter, veel, veel, veel beter. Voilà. Dan weer op Boef. Dimi gaat tweewekelijks podcast houden. Nee, tweewekelijks niet. Ene keer. Dat gaat hij wel geteld eenmaal volhouden, gegarandeerd. Nee. Ik ga dat ook hier voor mij ook opplakken en al. En het komt wel allemaal in orde. Ik ben nu nog wat aan het zoeken. Ik heb nu nog een weekje de tijd om alles goed uit te dokteren van wanneer doe ik wat. Dus bijvoorbeeld maandag, waar sowieso gaat blijven, is de Q&A. Naar mijn werk, waar ik dan ga opnemen. Dat gaat sowieso blijven. Elke maandag. Maar wat kan ik dinsdag doen? Wat kan ik woensdag doen? Wat kan ik donderdag doen? Wat kan ik vrijdag, zaterdag en zondag doen? Zondag heb ik al besloten voor de livestreamen. Dus dat zijn al 2 dagen van de 7 dagen opgevuld. Dus nu moet ik nog 5 dagen zien op te vullen. Maar dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dus dan ben ik zo ook zo aan het denken voor bijvoorbeeld woensdags.
de één-op-één gesprek te doen, ofwel een podcast te doen, misschien met meerdere mensen, om jullie mij dan ook beter te leren kennen en dat ik jullie ook beter leer kennen. Voilà. Vakantie is eindelijk begonnen, maar kan u garanderen dat er geen content komt? Dat is jouw mening, Boef. Timmy dans omdat zijn vakantie begonnen is, terwijl hij dit jaar maar misschien 100 dagen heeft moeten werken. Ja. Timmy, ik drink liters water vanuit mijn eigen fles. Ook Timmy. Ik ga niet kijken, want ik kreeg weer al reclame. Dan opnieuw Boef. Ja, dat is nu nog alleen maar Boef. Hoe kunt je moe zijn na een dag dozen open te snijden en liedjes te zingen? Stel je voor dat je een echte job zou moeten doen. Dat is een echte job wat wij daar doen. Want wij moeten dozen open snijden. Wij moeten die flessen daar uithalen. Wij moeten die flessen daar ontstickeren. Wij moeten flessen bestickeren. Wij moeten die flessen dan terug omhoog tillen en terug in de doos tasten. We moeten de dozen bestikken. We moeten die dozen toeplakken. We moeten die dozen dan terug stapelen op een palet. We moeten die ook nog gaan wegzetten. Dus voilà. Is dat ook geen een echte job? Ik denk het wel. Dus hatsje mule. Dank u. Timmy, praat alsof elk een normale wijkmens na het wijk een uur gaat slapen om te recupereren. Ja, is dat niet normaal? En die zit dan gewoon op zijn gat stickers los te maken of in te pakken met 50 pauzes tussendoor voor die zwakkeling. Ha, dat is niet waar, want ons team is geen zwakkeling team. Dank u. En wij zitten niet, wij staan de ganse dag recht. Dan, waarom praat jij over afval op de baan dat een gevaarlijk verkeerssituatie is, terwijl jij de grootste gevaar op de baan bent? Daar ga ik niet op in, want dat is kritiek. Je moet je niet zorgen maken dat je letterlijk en figuurlijk gaat wegwaaien. 120 kilo gaat niet makkelijk vliegen. Ik weeg geen 120 kilo. Ik heb mij gisteren nog gewogen en ik weet perfect hoeveel dat ik weeg. Maar geen 120. Dank u. Ik weet wat groen is, uw medicijn, waar je aan verslaafd bent. Ja. Oké, ja. Dan is dat jouw mening. En dat is goed dat jij dat zelf weet. Proficiat. Dan, 5 reacties op vlog 1711. Dan, Fantjoep, fijne kerstdagen. Voor jou hetzelfde hoor, Fantjoep. Boef. Echt triestige shit, er gebeurt nooit iets in uw vlog. Als Enzo Knol bezoek heeft, filmt hij dat altijd. Bij u nooit. Omdat de bezoekers dat ook hebben gevraagd. Gas, je bent zo fucking ranzig kerel. Oh, hoe dat? Ah, dat ik daar een scheetje in heb gelost. Ja, dat doet Enzo Knol ook wel eens. Man, uw 2000ste vlog gaat er pas zijn over 2 jaar. Je upload voor nooit dagelijks. Nu de laatste tijd upload ik wel dagelijks hoor, Boef. Emiel. Voilà. En Emiel van heeft ook gezegd van, jij bent zo een fucking ranzige kerel. Ja, sorry als ik een scheetje lost. Dan Emiel, opnieuw, hoe kun jij al cadeautjes betalen? Hoe kun jij al die cadeautjes betalen? Ja, door te sparen natuurlijk, Emiel. Dan vlog 1712, daar zijn in totaal 8 reacties op gekomen. Emiel, het cadeautje voor Chris kost 20 euro, dat voor Bea kost amper 4 euro. Je zit echt een zielige mens, stop met Bea te misbruiken. Wat Bea ook heeft gekregen, heeft evenveel gekost als Chris. E-mail, als je er niks van af weet, hou dan uw muilen. Dan shift happens. Elke avond voor ik ga slapen, bid ik tot God met de vraag of je ooit gaat leren uw dikke vinger niet over de microfoon van uw GoPro te houden. Ik haat als je het geluid zo fucking dof wordt. Ah, oké. Dus ik ga dat continu dan aan de zijkanten dan vasthouden.
Dan Charlie Fox. Spijtig dat we niet gezien hebben hoe jullie de pakjes hebben opengedaan. Ja, dat is ook wel een tip voor volgend jaar mee te nemen. Ja. Dat is ook wel een tip voor volgend jaar mee te nemen. Als we het gaan unboxen. Ik noem dat zo, unboxen. Charlie Fox. Dan Seaman. Dimi, hoeveel duvels drinkt Maarten? Op één avond zo'n 750 milliliter fles. First last. Fijne kerstdagen voor u, Bea en Chrisje. Namens van Bea en Chrisje ook uit, dankjewel. En ook namens vanuit mijn hart een fijne kerstmis toegevierd. En fijne kerstdagen. Ik heb nog geen gelukkig nieuwjaar wensen, want daar zijn we totaal nog niet aan, hè mensen? Daar zijn we totaal nog niet aan. Dus fijne kerstdagen toegewenst, first last. Boef, zei de pins, waarom heb je die vrouw in het begin van uw vlog niet gebleut? Ik weet nog dat je iemand tegen 100 per uur door de bebouwde kom gevolgd, omdat u mogelijk u gefilmd heeft. Is man. Ja. Voilà, zo. Ik ga de vlog niet veel langer maken, want het is toch al een redelijke lange vlog al geworden. Ik dank je wel om een deel uit te maken van mijn leven. Ik ga deze vlog nu in elkaar steken. Ik ga nu ook nog wat YouTube kijken. Dan nog familie kijken. Dan opnieuw wel wat YouTube kijken. En ja, ik heb vandaag gezegd, voor, ook in mijn eigen, ik ga een chille dag doen. Ik ga een rustige dag inlassen. Met niet te veel dingen te doen. En voilà. Ik heb ook al gevlogen met mijn drone. Dus mijn drone is ook terug van de partij. Dus daar gaan jullie ook binnenkort terug wel beelden van kunnen zien. Ergens rond de lente, veronderstel ik. Dus dan kan ik heel mooie natuurbeelden maken. Ja. Voor de rest ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Hou nog altijd deftig, ook in de comments. Wat ik wel nog wil gaan doen, namens EXO, nee, namens mij uit naar EXO, Alivator, Prescuzi, Emil, Encrypted, Tunix, Shift Happens, Puttermew, Dookie, Kun Anmai, Munian, Nils, Ninja Kei, Ruben, Oli, Scorita, Speedy, Sofia, Balsi, Bam 2020, Benny, Betty, Circle, Braka, BRNT, Charlie Fox, Christian, Klukkie Flanel, noem maar op. Allemaal en nog een prettige kerstdagen en feesten toegewenst. Ik hoop dat jullie heel mooie cadeautjes hebben gekregen hier in 2023. En ja, dat jullie mogen naar uitkijken naar kerstmis 2024 al. Ik hoop dat het eten ook heeft gesmaakt en al. Bij mij wel, dus ik ben er echt heel blij om. En ja... Ik zie jullie allemaal morgen wel terug hè, in een gloednieuwe vlog. Mijn naam is nog altijd Dimitri. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je ook om te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En vergeet hieronder aan ook niet een leuk berichtje altijd achter te laten in mijn vlog. Dankjewel en tot horens. En kom zeker ook een kijkje nemen op www.totfom.be. Dus 16, 17, 18 februari in de oktoberhallen in Wiese. Daar kunnen in totaal 1000 gamers aan meedoen. Daar zijn nog altijd plaatsen. En als je bijvoorbeeld zegt van ja, bij welke team kan ik aansluiten. Daar is nog altijd de Psycho TV Fun Team waar je kunt aansluiten. En waar je ook eigenlijk bijvoorbeeld als je een kameraad of zo wilt meenemen. Kun je samen zitten ook met uw kameraad. Ik ga ook regelmatig kijken ook op de www.vorm.be website. Voor te kijken als ik mensen moet accepteren die dan ook willen samen zitten bij deze. Dankjewel en ik zie jullie allemaal morgen terug in een gloednieuwe vlog. Tot dan. Laters. Jojojo.